Iedereen die grond nodig heeft, komt in aanmerking voor een stuk. De samenleving is er getuige van dat de huidige regering ervoor zorgt dat gronduitgiftebeleid vordert. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag bij het verstrekken van grondbeschikkingen aan burgers van het district Wanica. De documenten werden op het commissariaat Wanica Zuidoost uitgereikt door de president, vicepresident en andere functionarissen. Lang gewacht, maar u heeft geduld gehad. Meer nog, met ons aantreden van de regering Santokhi Brunswijk heeft u vertrouwen gekregen op Grondtori Ausiti. Santokhi zegt verder dat grond is gegeven door de schepper en dat mensen niet om een stukje grond moeten vechten. Grond moet samen worden benut in het belang van de ontwikkeling van het Surinaams grondgebied. Want grond moeten we gezamenlijk ontwikkelen. En gezamenlijk gaan gebruiken. En benutten voor economische ontwikkeling. Voor industriële ontwikkeling. Voor agrarische ontwikkeling. Voor cultuur, voor toerisme. Voor bosbouw. Voor woningbouw. Dat is het doel. En dat is de bedoeling van vandaag. Grond krijgt, waardoor u zekerheid krijgt om een van deze zaken te gaan ontwikkelen. Woningbouw, agrarische ontwikkeling, tuinbouw, veeteelt, potbedrijf. De president zegt dat de huidige aanpak van het gronduitgiftebeleid moet maken dat elk individu de gelegenheid wordt geboden om het land tot ontwikkeling te brengen. Als staatshoofd wil hij zich ervoor gaan beijveren dat het aanvragen wordt geautomatiseerd, waardoor het lange wachten tot het verleden zal gaan behoren.